was een hele intensieve dag met prachtige sprekers. Geweldige dingen gehoord, ook nieuwe dingen weer gehoord van de mensen die hier op het podium hebben gestaan. Wat overigens geen sinecure is. Je staat zomaar bij een eigenlijk nieuw initiatief je verhaal te doen. En dat vond ik heel lovenswaardig. En ik heb ook eigenlijk wel begrepen van vrijwel alle bezoekers dat ze het een aanwinst vinden om zo'n meet-up regelmatig te doen. Nou, eigenlijk gingen we over het hele spectrum. Hè. We hadden de kinderen waar angst vaak een grote rol speelt, waar speltherapie om de hoek kwam kijken. We hadden iemand die een kwaliteitsklankbord is begonnen om als praktijk in feite het klankbord te horen van je patiënten. En daarnaast hadden we erg veel aandacht ook voor oudere mensen. Mensen die alleen thuis nog wonen, maar eigenlijk niet meer in staat zijn om goed voor zichzelf te zorgen. En ook niet meer mobiel zijn, dus niet meer naar een praktijk toe kunnen. Nou, voor die mensen zijn er heel veel oplossingen. Met name de mobiele tandarts hebben we gehoord natuurlijk. Er zijn meer initiatieven op dat gebied. Monster Plus is er ook een van. Maar we voelen wel aan dat een tendens is. Dat tandartsen in het hele land nadenken over de vraag hoe ze ook mensen thuis zorg kunnen bieden. En wij ondersteunen dat ten zeerste. En we denken ook dat hier een belangrijke taak ligt voor de overheid en de zorgverzekeraars. Om hierin mee te denken. Om op die manier in het kader van de participatiesamenleving ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Wij denken dat we als platform een belangrijke rol vervullen in het weer naar de tandarts brengen van mensen die al lange tijd niet zijn gegaan. Of in het geval van mensen die angstig zijn, of zoals ik net zei, mensen die zelf niet kunnen gaan. Maar het gaat natuurlijk in feite over de grote massa, over al die mensen, 4 miljoen mensen, die niet naar de tandarts gaan, tenminste niet regelmatig. En die op termijn in hun eigen mond iets van een tijdbommetje aan het vormen zijn. Waardoor ze vroeger of later aan de beurt zijn. Want je weet dat als je niet voor je mondgezondheid zorgt, dat betekent dat je op termijn vervelende ziektes kan oplopen. Nou, wij zien dat als een taak van ons platform om daar steeds weer op te wijzen. Op een positieve manier te berichten over mondgezondheid en over alles rondom mondzorg. En daar steeds weer de nieuwe kritische groeperingen bij te pakken. En van daaruit met hen als doelgroep de communicatie opnieuw weer te focussen. En zo zien we eigenlijk steeds weer nieuwe kansen om die toch hele brede groep weer aan te spreken. En daarmee ook tandarts, want we zitten inmiddels op ruim 65 praktijken. Niet alleen tandartspraktijken, overigens ook mondhygiënisten, tandprothetici en de eerste twee orthodontisten zijn er ook bij. Dus we gaan eigenlijk mondzorg breed. Het eerste platform dat zo naar de mondzorg kijkt, vanuit de zachte kant, dus vanuit de patiëntbeleving. Omdat we denken dat daar de kansen liggen voor de toekomst.